Welkom bij een nieuwe video. Het is ondertussen, even kijken, 4 uur 18. Ik ben redelijk moe. We gaan dadelijk vertrekken naar Polen. Het is weer zover, de Polen video's komen eraan. We gaan vertrekken naar Polen voor 5 dagen. En dan gaan we weer wat leuks doen. De auto is al geladen. Dit nog in de auto zetten en dan kunnen we door. Ik neem jullie mee op reis en dan zie ik jullie dadelijk weer. We zijn onderweg. Polen, here we come. We zijn ondertussen al in Nederland. Dus ja. Onze trip naar Polen. Daar zitten we dan bij de Volkswagen garage. 150 kilometer van Polen, auto kapot. Het is vandaag zondag en ik ben echt slecht gezind. Het kan maandag pas gemaakt worden, dus geen idee wanneer we daar zijn. Ik hoop maandag. Ja, middle of nowhere, niks, alleen een tankstation hier en voor de rest niks. Kunnen we hier wachten. Geen idee als we in de auto moeten slapen of dat we hotel kunnen fixen of zoiets. Ja, zeer leuk dit. Ja, daar zijn we dan. Anderhalve dag verder. Ik ga het even kort uitleggen wat er allemaal gebeurd is. Hè. We waren op 200 kilometer van Hotel Margo, waar we gingen overnachten. En wij moesten nog eten, dus we zijn even gestopt langs de autosnelweg voor te eten. En ik wou terug vertrekken en de auto ging niet meer. Wat was er gebeurd? Ik kon niet meer schakelen, ik kon geen gas meer geven of ik kon niet meer remmen. Dus er was ergens iets mis. Dan zijn ze me komen slepen en hebben ze ons gewoon gedropt aan een Volkswagen garage. Waar wij 6 uur gewacht hebben op een taxichauffeur die niet is komen opdagen voor ons naar het hotel te brengen. Dus we zijn van ellende helemaal te voet moeten gaan. 6 kilometer gewandeld. S'morgens om 6 uur opgestaan voor om 7 uur aan de garage te zijn voor mijn sleutels te kunnen afgeven. Dan moesten ze een stuk bestellen wat ze niet op voorraad hadden en dat kost maar liefst 360 euro. Hebben ze een stuk besteld, hebben we een halve dag moeten wachten. Halve dag verveeld, halve dag heel moe geweest. Nu nog altijd trouwens. Dus nog maar 20 minuutjes geleden zijn we daar kunnen vertrekken. En in totaal heeft me dat grapje 600 euro gekost. Voor een blokje wat kapot was. Nou ja. We zijn onderweg nu naar een ander hotel ook in Polen. Hotel Margo is geannuleerd omdat we niet op tijd daar konden zijn. En ze hadden geen kamers meer vrij voor de datum dat wij worden gaan. Dus, heel jammer, maar goed, we zijn onderweg.
Naar een ander hotel, ook een bekend hotel, geen idee hoe dat die noemt. Het is nog 114 kilometer nu, maar ja. In ieder geval, er komen toch mooie video's aan. Dus ja. Ik laat jullie wel zien als we bijna Polen binnenrijden. En dan het Poland, hier we komen. We zijn er bijna. Ja. We gaan dadelijk de brug overrijden. Ik word hier gelukkig van, echt waar. Ik word hier echt gelukkig van. Steve Aoki op de achtergrond. Ja. Wat we toch allemaal mee hebben moeten maken voor hier te kunnen geraken. Republiek Poland! Ah, dat is hier waar we toen die controle gehad hebben. Huh? Ah. Republiek de Poland, vodka. Let's go. Let's go. Oké, okay, we komen nu onder de brug aan, normaal gezien. Ja. Oh. Home sweet home. Oh. Zo leuk. Dat is Broek van Poland. Ah. 2 dagen heb ik hierover moeten doen, man. Niet normaal. Kut auto. Voilà. Kijk eens hier, zij. Officieel een Polen. Officieel, dat kan dat niet, hè. Kijk, de Vikov. Ik heb jullie gemist, ja, echt waar. Hier komen we straks even naartoe. Als ik nog geen vuurwerk sta. Polenmarkt. Benzine, 1,09 euro. Dat vind ik mooi. De McDonald's. Al die hallen hier. Ja, ja. Ik ben weer een gelukkig mens, hè. We moeten nog 7 kilometer rijden naar het hotel. En dan zijn we er. Dan gaan we zelfs wat inkopen en slaan. Eerst de auto leegmaken, want die is heel goed vol. Dus ja, ik zie jullie dadelijk weer. Ja, we hebben wat dingen ingeslagen met filmen hier. Dat was even onmogelijk. We gaan even naar de volgende Vikov. Die 24 op 7 open is, geloof ik. Misschien dat we daar kunnen aantreffen van vuurwerk als we daar wat korting krijgen. We hebben een mooie cake meegenomen. Allee, in ieder geval, we gaan zelfs zien wat we gekocht hebben. Hè. We zijn er niet klaar voor vandaag, hoor. Ik ben nog niet klaar. Hier is de Vikov. Nee, daar is Vikov. En nu gaat de camera uit, want ze hebben niet graag dat je hier filmt. Zo, we zijn even naar de markt geweest. Ik zal even laten zien wat we hebben. Het is niet heel veel voor te beginnen, maar we beginnen klein, we eindigen heel groot. Hè. Zoals jullie gewoon zijn van mij. We hebben een tunderingpeil. Hoeveel gram zit hier eigenlijk in? 60. Hm. Ja, dat is een dikke lawinepeil. Die gaan we morgen even doen. En hebben we hier bijtjes, vlindertjes, 88 van Classic. Geen idee wat het doet of wat het knalt of als het gewoon in de lucht vliegt. Maar daar komen we wel achter. Een mooie cake, de Gold Waterfall. Heel mooie cake. Die kwam 8 euro. Ik zei, tomorrow we come back, I give you 5 euro's. Oké, iedereen. Dus, kijk wel uit naar deze. Zo'n leuk ding, denk ik. We hebben hier zo'n kleine dingje nog gekocht. De triplex Strong. Strongkop. Zoiets. 3 stuks, 3 euro. Dus 1 euro het stuk. Redelijk duur. Maar ja. Dan hebben we een buisje. 1,75 mm. En dan hebben we bij. Deze. Dat zijn naar het schijnt nieuwe effecten. Kijk, 3 euro man. Het zijn 3 effecten. 3 verschillende effecten. Waar is die andere nu?
Ik had er 3. Maar goed, die komt er wel uit. Dan hebben we een stroloscoop. Nog zo eentje of wat? Dat is een ander model. Geen idee. De nebelslaag van Funke. 10 stuks. Even kijken hoe die eruit zien. Ja, dat zijn van die dingen. Er komt deze rook uit. En dan knallen ze. Dit geel, groen, rood, blauw, paars. Leuke dingen. En dan een mooie fontein van 1 kilo geloof ik. Of 1,7 kilo. 1000 gram. Dus ja, dat is leuk. Vorig jaar heb ik zo eentje gekocht, maar die was ontploft. Gewoon op de grond. Dus ja, hopelijk dat deze niet gebeurt. En hier gaan we een heksenkring van maken, denk ik. Of gaan we die gewoon los. €2,50 voor een pakje. Dus ja, valt mee. We gaan naar het bos. We gaan even lekker stoken. We gaan met deze dingen. Wat is dat? Geen idee, een soort vlindertjes. Geen idee wat die doen. We gaan dat zo een paar testen. Leuk, hè? Dat is wat anders dan altijd knallen. Nu, haal dan ook leuk. Mag je gaan slaan? Leuk om mee te starten. Startertjes. November is, ik heb het fout. September. Oh, binnen in de auto. Oké. Dan hebben we hier een strootboskop. Soddospek. Mijn Polish is very good, maar not so good, hè. Dat is testen, ik weet niet wat het is. Misschien bam, misschien niet. Nee, geen bam. Ik heb er hier nog zo 3. Dat zijn dezelfde. Kijk, die van net, dat was gewoon een oud model, dat is een nieuwe. Gaan we die ook eens doen, hè. Eigenlijk moet je dit in het donker doen, hè. Ja, dat is hier 15, denk ik. Ik kan niet normaal houden. Oké, dat is goed. Zo. We hebben hier de nebelslaag. 10 stuks in een doosje. Ik denk dat het eerst roken is en dan een knal. Ik weet niet als die hard gaan of
Geen idee. Als ze heel goed gaan. Ik zal het zien. Ja, van de hoog gaan we natuurlijk niet veel zien. Vermoedelijk. We hebben hier een paarse. En een beetje doorstoken hier. Gemixt nog met een groene. Pakje. Een gele. Nog een groene. En nog een paarse. En dan zijn ze op. Waaronder één weigeraar. Nou, dat waren ze. Die zijn wel leuk, hè. Met die titanium zo. De kalawinepijl. We gaan die daar op de paaltje zetten. En hoop dat die in de lucht gaat. We beginnen met een fontein. Kwakkeling. Van een kilo. We beginnen met de Golden Waterfall. Het is al een beetje donker geworden buiten. Ik denk dat dat echt een heel mooie keek is, serieus. Zo maar loopt. Ja. En hier in de fik steken.
helemaal. Nee. Gaan we 1,75 mm shell doen? Op de grond. Dat wil ik gewoon gooien. Wow, hey, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. We gaan naar huis nu. Tot de volgende aflevering. En ik zou zeggen, volg me op Instagram. We gaan wel eerst alles opruimen voordat we gaan lopen, hè. Dat is niet goed. Volg me op Instagram. En ja, we zien elkaar volgende week weer. Ja. Ciao. Bij een nieuwe aflevering van Stoken in Polen. We zijn onderweg naar Sublies, naar de Polenmarkt. We zijn nog een uurtje en 15 minuutjes rijden. Helemaal binnendoor van Hotel Margo naar daar. Het is wel mooier allemaal. Mooi uitzicht. Dus ja, we gaan proberen te filmen op de markt en dan gaan we wat mooie dingen aanslaan. En ja, dan nemen we jullie mee tot daar. Oeh, la 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 la. De Polenmarkt in Sublies. We zijn er eindelijk. We gaan eens kijken of we kunnen filmen binnen. Ik hoop van wel. Zal wel goed komen. Ik neem jullie mee. En anders neem ik jullie mee terug naar de auto. Wat we allemaal gekocht hebben. En nu gaan we de camera wegdoen, want dat hebben ze niet graag. Zo, we zijn teruggekomen van de Polenmarkt in Sublies. We gaan dadelijk eens even laten zien wat we allemaal hebben. Wat we gekocht hebben. En volgende week gaan wij naar de Pyron Market in Sublies. Dus dat wordt ook heel leuk, denk ik. Maar in ieder geval, we gaan dadelijk eens laten zien wat we gekocht hebben. En dan gaan we stoken. Ja, dan zijn we naar de Polenmarkt geweest. En kijk eens wat we hier hebben. De Lerovarana. Wordt naar het schijnt niet meer gemaakt. De Black Thunder. Die hebben 3 keer zelfs. Dat is hier wel mooie dingen, jongen. Daar hou ik van, hè. Color Salute, extra loud. 2 stuks. Een Kipolla van 80 gram. Cobra 6. Cobra 6. En Rades. Nog eens Cobra 6. Superleuk. Hier nog een pakje Cobra 7. Een 4 inch cilinder salut. En een 5 inch. Kijk eens, wat een bak. Ja, en dan hier onze beest, 100 euro. Een mooie dumbum cake. We gaan eens beginnen met stoken. Zo, dumbum. De cake, die hebben we vorig jaar ook aangestoken. En dit jaar gaan we die nog eens doen. What the fuck, jongen? Hé, dat was ziek, jongen. Wat een geluid, wat een echo. Shit. The fuck, jongen. Hé, dat is niet normaal. Dat is echt niet normaal. Zalig, echt zalig. Check dit. Fik erin.
mens. Saloon, cilinder, saloon. Cel, sorry. Boom. We hadden net een 5 inch, nu gaan we 4 inch doen. Ik denk dat die wel even sterk is. Ik heb er wel zin in. Gevolgd door de Black Thunder. We hebben ze 3 keer. Ja, zo 3 keer gebruiken. Stoken met die handel. Wat hebben we hier? 3 keer Cobra 6 stoken. Met dat grote vlam. We hebben ook een weigeraar. Dat vind ik wel jammer. Maar kijk eens, van een rogontwikkeling. Die laatste gaan we natuurlijk wel opruimen. Maar daar gaan we even mee wachten. De Leeuwenrana van Profi. De laatste. Gaan we even aansteken. En die gaat heel mooi. Oh, die viel nog goed mee hoor. En met de vorige. Color Salute extra load. 2 keer. Cobra 7 boek nog. Ja, Cobra 7 erbij. 2 Cobra 7 zijn die op. Dan zijn de Cobra 7'tjes op. Ik doe mooie dingen. En de laatste. Dan heb je nog een Scream 5S. Sluit en knal. Doet niet zo heel veel. Cobra 6. Hier liggen de andere 5. We hebben er net al 3 gedaan, waaronder 1 weigeraar.
Deze gaan we gewoon één per één doen. Stoken, bam, en de volgende. Is dat wel goed? En de origineel ook nog. Dus, ja. Licht onvlambaar, hè? De volgende. Oh wauw, die gaan we daar gooien. Nog eentje. Kijk man, ik ga nog eentje doen. Nog eentje. En nog eentje. Helemaal gek. Zo, dit was dus de video van, de tweede stokvideo, de tweede aflevering van Stoken en Polen. Volgende week gaan we naar de Pyro Market in Sublize en dan zien we elkaar daar weer. Ciao. We zijn er. Hier is een winkel, rechts. Zoals je ziet is dat dicht, maar we moeten even bellen en dan komen ze open doen. We zijn er. Vuurwerkshop is nog altijd gesloten, maar er komt dadelijk wel verandering in. Harder, better, faster, Xena Fireworky, Funke, Magic Lights. En onze goede vriend. Het is nog hetzelfde als vorig jaar. Hè? Ze hebben de shop speciaal open gedaan voor ons. Ja, dat is pas luxe. Sommigen die hier aankomen, die komen hier buiten met helemaal niks. Ah ja. En voor ons dus niet. Ja, we zijn geweest bij de Pyro Market. Die mensen zijn speciaal voor mij naar daar gereden. Ik moet gewoon even bellen op de nummer die op de bord staat buiten. Er zijn verschillende mensen, ik al weet, die naar daar zijn geweest. En die ja, gewoon doorgereden zijn omdat het dicht was. Dus als je even belt, dan komen ze wel. Maar ja, we hebben dus wat mooi ingeslagen. En dan gaan we nu gaan stoken. Zo. Hier is dus alles wat we gekocht hebben bij Xena. Het is niet zoveel veel. Er was redelijk veel op, Thunder Kings. Dan hebben we de Xena Green. Dan hebben we met zo'n flare. We gaan heel langzaam beginnen vandaag, want het is heel koud. Wat is dit hier ook zo? Geen idee. De Xena Yellow. Dikke rockbom. Hebben we gratis gekregen. Scream 5S. Een regenboogfontein. En dan zo van die flitsers denk ik. Vijf soorten en dan een mooie cake. We beginnen met de Xena Green Smoke en de Yellow Smoke. Gewoon leuk, één per één doen. Alle winkel daar. Oh, dat is niet tegen.
net geregend, dus alles is mooi nat. Ideaal. Beter kan niet. En dan gaan we deze al doen. Dan gaan we meteen verder met de Club Color. Ik ga volgens mij aan een touwtje trekken. Dus ga zo. Wow, fucking hell. Ah, mijn hand. Mooi. Dan gaan we verder met van die flares. Normaal zijn die mooier dan donker, maar we hebben weinig tijd. We gaan die gewoon allemaal opstoken hier. We gaan beginnen met geel. Ik denk dat die ook wel heel veel roken.
met een regenboogfontein. Ja, ik weet, alles is normaal mooier dan donker. Maar het is niet. Van nog bij Zena Bengaal Torch. Ik ben die gewoon het gras steken. Je kunt die vasthouden, maar daar ben ik eigenlijk een beetje te lui voor. Ja, heel raar dat we nu een zinkpijl, een sierpijl gaan afschieten. Maar het is zo. Gisteravond zijn we proberen te gaan stoken op een plaats in het donker. Er kwamen alleen maar auto's, terwijl er eigenlijk nooit niemand zou komen. Dus gaan we die gewoon overdag schieten. En ze hadden gisteren ook bijna gevraagd aan ons voor de auto te laten zien. Dus dat hebben we dus niet gedaan, dat er geen politie was. Dus we gaan die gewoon ergens zetten. En we hopen dat die gelukkig vliegen. Stok. Kijk. Daar ligt die fucking stok gewoon, man. Gewoon 2 meter van ons af. We verder met de Thundering King 2.0 Titanium Salute. Gaan we de lucht in. Knallen mooi. Oh, mooie sticker, man. Heel bij hoor. Collectie. Dat zijn Thunder Kings. Gaan we die allemaal mooi zetten, hè. En gaan we die aansteken. Uh-huh. Dus. We gaan die allemaal mooi leggen. Hè. Ja, die is niet erin aansteken. Toch maar even. Twee stuk.
dus al het vuurwerk van de Pyro Shop. Dan zien we elkaar volgende week weer. Bedankt voor het kijken. Volg me zeker op Instagram. En tot volgende week. Welkom bij een nieuwe aflevering, de voorlaatste. We zijn onderweg naar de markt. Ja, op de markt kun je helaas niet meer filmen, dat gaat gewoon niet. Die mensen die staan constant bij u, constant. Die staan achter u, voor u, langs u. Oh. Dus ja, filmen is daar gewoon onmogelijk. Maar goed, dat stoken wel nog gaat. Alleen ja, zwaar vuurwerk vastkrijgen is redelijk moeilijk hier. Ik zit hier. Maar we gaan iets proberen. We gaan wat mooie beelden maken. En hopelijk nog een voorlaatste toffe video. Zo, we zijn op locatie. Zeer mooi bos, hier gaan we stoken dus. We hebben een colorfontein. Kost 5 euro. Dan hebben we een orange smokebomb. Een groene en een rode. Je kunt hier gewoon zo met een dekseltje. Ja, dat is zonder vuur, maar je moet gaan touw trekken. Maar ik ga die daar wel op doen. Saturnmussels, 100 stuks en fluitpijltjes. Ik heb hier nog zo'n speciale rook. Geen idee wat dat juist is, eens testen. Hè. Deze video is zo, ja, niks speciaals, maar Red Strobe en de Circle Blitz. Dan heb ik ook nog als laatste finale klapper, de RJ, sorry, de JR101. Die doe als laatste. En dan gaan we gewoon eens beginnen met die smokebommetjes. Die rookbommetjes, hè. Zullen we eerst de rode doen? Dus, hoe dit werkt. Oh. Dus dit hier, het touwtje is hier. Oh, even kijken. Zo. Dan trek je die aan. Nooit aan de richting aan uw gezicht, hè. We gaan de oranje doen. Die werkt niet. Dan gaan we daar even verandering in brengen. Een weigeraar. Weggooien. Ah, zo. Hey, Fireworks Belgium fixt alles. Maar alles. En dan gaan we als gevolg de groene doen. Die ging wel weer. Het is een granaat.
hebben we hier de Big Red Strobe Flash van Surex. Ik moet normaal gezien op wat gaan. Oké, we hebben hier een smokefontein, een oranje nog. Dat is de 1,49 stuk. En dat is nu hoe die hoe hun werk doen. Ja, niet zo slecht. En nog eens binnen. Een beetje saai om te knallen. We gaan natuurlijk zelfs alles mooi opruimen. Dat doen we altijd. Zeer professioneel. Goed, we hebben hier een kolffontein, een kleintje maar van 10 heel veel gram. Mooi. Oh. Heb je al hoor, hè? Mm-hmm. En een dikke één knal. Doe niet. We hebben hier een 100 shots blokje van Jorge van de pijltjes. Nieuwe vindt het gevaar. Cirkelblitz doen. Je moet opletten met deze dingen, die vliegen dus echt overal. Hè. Dus die gaan gewoon alle kanten uit. Dus ik ga die gewoon ergens daar gooien. Ik denk dat het beste is.
En dan voor af te sluiten hebben we een Jorge lawinepeil. Die hadden we even mooi aangesteken. Zo, dat was het dan. Alweer. Bedankt voor het kijken. We gaan alles natuurlijk opruimen. En dan zien we jullie volgende week weer. Even naar de winkel geweest. Nou, welkom terug trouwens. Wij gaan stoken vandaag. Volgens mij is dat de voorlaatste keer dat we gaan stoken nu. Even kijken hoe en wat. Maar in ieder geval, we zijn onderweg naar de markt in Hollenmutsen. Daar gaan we daar wel leuke dingen in slaan. Wat jullie zelfs wel gaan zien. In ieder geval, ik denk wel dat het leuk gaat worden. Het wordt schön. En morgen gaan we naar huis. Of overmorgen. En dan gaan we één keer eens fatsoenlijk filmen hoe we de grensovergang overgaan. Als er controle is en politie. En moesten we aan de kant gehouden worden, dan staat het sowieso op beeld. Want ik heb een GoPro van achter en eentje van voor. En ja. Ik heb ook nog twee dumb shingle shots mee. Zo, terug op de stoklocatie. We hebben niet zoveel kunnen inslaan, omdat het geld op was. In ieder geval, dat is ook het laatste vuurwerk om te gaan schieten. We gaan bijna naar huis. Volgende week gaan we naar huis. Dus, ja. Gorilla bomb, geen idee wat die doen. Crackling fonteins, 6 euro man. Dat is een gek. Ja, echt gek. Signaal is 2.0. Die knallen mooi, gele vlam van voor. Van dextrin. Klappen leuk. En dan hebben we nog dumbum single shots. En dan hebben we nog de dumbum pijlen. We gaan eens beginnen met de crackling fonteins. De crackling fonteins. Eens kijken.
10 minuten rap vol. Oké, eindelijk. Twee keer dumbum. Titano, Nitrate 2. Oh, een stickertje dat wil ik wel hebben. Even testen. Wat? Die laatste. Echt film. We hebben hier nog 4 pijlen van Dumbum en dan is stiltjes anders alles op. Eens kijken waar we die gaan zetten. Ik ga 1 pijl gooien. Ah, die zijn schön. Schön gemaakt. Dat is een terugkomertje. Zo, de signalen is 2.0. Oh, weer een mooi stickertje. We hebben een ganz doosje van, we gaan er 3 van doen. Want we moeten eigenlijk doorgaan, we zijn hier veel te lang. Signalen is 2.0.
af te leren. Hoppakee. Zo, we gaan stoppen. We hebben alleen nog de gerolde bom boven, maar die pakken we gewoon mee naar huis. Het is niet de moeite dat hier gepakt gaat worden voor vuurwerk. We zitten hier natuurlijk al 2 uur. Kijk eens van de rommel hier. We gaan het allemaal netjes opruimen. Hoe zit je daar met stoken? Ik hoop dat je van de video genoten hebt. Volg me op Instagram. En dat wil ik zeggen, we zien elkaar volgende week weer bij een nieuwe video. Oh, het was zeer gezellig, zeer leuk. We gaan naar huis. Maar we gaan eerst nog stoken. Zoals vorig jaar wat we gedaan hebben. We gaan eerst even naar de Polenmarkt. Kijk wat we nog kunnen inslaan. En dan gaan we stoken. Hè. In ieder geval, het was zeer leuk in Polen. We gaan onderweg naar huis. Ik heb het al een beetje gehad hier. Veel te koud. Maar die zware knallen vind je gewoon nergens meer. Je vindt nergens meer zware knallen. Alleen op de Polenmarkt en nog wel laatst geweest zijn die andere. Daar had je nog wel iets, maar ook niet meer alles wat je eigenlijk moest hebben. Zoals Big Boy, de Lovarana, heel moeilijk vast te krijgen en heel duur, 15 euro. Dus we gaan eens kijken wat we kunnen kopen nog. En dan gaan we stoken. Hè. Zo, de laatste video. Helaas pindakaas, helemaal jammer. Maar we hebben wel iets moois voor jullie meegenomen. We hebben ons dus nog eens goed laten gaan. Een 4 inch, salut. Normaal gezien, hoop ik. Zeg ze toch, dus de Nightwolf, die hebben we vorig jaar ook geprobeerd, die gaan heel goed. Klappen lekker. Geen idee wat dit is, dat lacht er zo. Dus eens proberen, hè. Misschien knalt het wel. Dan hebben we hier de Explore 5. Die hebben we daar gratis bij gekregen, kost hem al 4,5 euro. Gratis is altijd leuk, hè. Boliet. 8 stuks in een doosje en dat kwam, ik geloof 6 euro of zo. Redelijk prijzig allemaal. Dan hebben we de Ebola. Als je Ebola wilt, 5 euro. Zo. Dan hebben we nog Dumbum single shots. 4 stuks in een doosje, klap heel goed. En dan hebben we ook nog eens de El Titano Nitrate 2. 5,50 voor een pakje, valt nog redelijk mee. Deze gaan we voor laten staan steken. De Thundering King. Dikke bak. Nou, deze is nu natuurlijk als laatste, hè, voor de finale. We hebben hier nog wat vlindertjes. 3 stuks. Voor 3 euro. Van Klaas, geloof ik. Ja. Kijk op. En dan hebben we nog de Hammer single shot. We hadden vorige week die Dumbum gedaan, dus laat even weten welke het beste zijn. Welke beter klappen volgens jullie. En dan gaan we eens lekker stoken. Thundering King. Draai. Oh, die is even fik schieten. Dat gaan we nu even doen. Kijk hoe die gaan. Oh, jammer dat ze niet knallen. Dat is wel jammer. Dumbum single shot doen. Fucking warm hier, man. Vorige week was hier zo koud en is het hier niet warm.
leuke dingen, man. Dan gaan we eens verder met de boliet. Geen idee wat dat doet. Ik zal er rap genoeg achter komen. Dan hebben we hier ebola. Het is zo licht, maar ik denk dat dat geen kutwaarde is. Het is ebola, het knelt ook als ebola. I have a dream. Op, bouwlingen proberen. Ah, bijna een strijk. We hebben hier Night Wolf. Oh, dat is de vorig jaar ook. Ik weet niet meer of die goed waren of niet. Dan hebben we die gratis bommetjes. Exploder. Dat is testen. We zijn al aan de betere kant, hè. Even klaarleggen. Wauw, wat een ding, man. We gaan dus het einde doen. Het einde is nabij. Het einde van deze stookvideo. En van alle stookvideo's op Polen trouwens. Ik hoop dat het een saluut is. Nee.
kijken of alles in orde is. Zo zo, we zijn onderweg naar huis. Het is wel mooi geweest hier. En wederom zijn we dus niet gepakt. Niemand heeft ons betrapt. Er is geen politie gekomen. We hebben niks aan de hand gehad. Het enige wat we, ja, eigenlijk was, stelde er niet veel voor. Ik wacht een papiertje op mijn laptop op de hotelkamer bij Margo. Dat er geen vuurwerk binnengebracht mocht worden in het hotel. Ik had er een dikke lawinepijl liggen en een zak vol met vuurwerk. Maar we hebben dat gewoon op losse sorry gezegd. Dus, ja. Iedereen heeft wel eens last van vuurwerktoeristen. Of eerder gezegd, terroristen. We hebben de stad dus goed geterroriseerd de afgelopen dagen. Maar in ieder geval, we rijden richting de grensovergang naar Duitsland. Onze trip zit er nog lang niet op. Want we rijden nog naar Praag en dan naar huis. En gaan we zien. In ieder geval, we gaan nog even langs een shoppingcentrum. We gaan even tax-free kopen. Sigaretten, alcohol. Voor te houden. Maar we nemen jullie wel mee naar de grensovergang. Lekker filmen. Heeft de politie heel graag. Politie, uw vriend. Vooral mijn beste vriend. Hallo, hallo. Ja, we hadden gefilmd op de grensovergang. Maar het was zo bijzonder. Dat er zo niet, daar stond eigenlijk niemand niet. Dus ja, die beelden ga je natuurlijk niet zien. Dus in ieder geval, we zijn niet aan de kant gehouden. Daar stond ook geen enkel politieagent in de buurt of zo. Dus ja, we hadden eigenlijk een paar dozen FP3 kunnen meenemen. Of shells of wat dan ook. We hebben vuurwerk bij, maar niet veel. Echt pro. Het is echt niet de moeite. Maar we zijn niet aan de kant gehouden geweest. Dus we gaan terugdraaien nu. En we gaan een paar kartonnen FP3 halen. Ja, dat is een grapje. We gaan naar huis. In ieder geval naar Praag. En dan gaan we naar huis. Maar goed, dat was het einde van de serie weer. Helaas. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Volg me echt op Instagram. En abonneer zeker op mijn kanaal. Dat zou ik waarderen. We zien elkaar de volgende keer weer.